Hi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over onbewust handelen en hoe dat ons beïnvloedt in wat we doen en laten. Ongeveer 95% van de handelingen die we doen, doen we onbewust. Dus dat is best wel veel. Op zich is dat ook prima, weet je. We kennen het klappen van de zweep en we hoeven niet meer na te denken over hoe dingen uitgevoerd moeten worden. Op zich zou dat ook wel vervelend of raar zijn als je aan het autorijden bent en je moet opeens nadenken over hoe je het gaspedaal moet indrukken. Dat zou niet erg praktisch zijn. Dus voor de meeste gevallen is het ook super handig dat we gewoon onthouden hoe we de dingen moeten uitvoeren en dat gewoon op de automatische piloot doen. Wanneer je jezelf een handeling aanleert, wordt het in eerste instantie opgeslagen in het deel van de hersenen dat betrokken is bij functies als waarneming. Dus dan kun je denken aan bewuste beweging, aan taal, aan redeneren. En zulke soort dingen worden in dat deel van de hersenen opgeslagen. En omdat het nog geen vaste gewoonte is geworden, denk je nog heel veel na over wat je doet en hoe je het moet doen. Hè? Je kan je misschien je autolessen wel herinneren. De eerste 5, 6 lessen moest je echt nadenken over. Wat moet ik doen? Wanneer moet ik het doen? Waarom moet ik zoveel tegelijk doen? Maar gaandeweg wordt dat een gewoonte. En denk je er niet meer zoveel over na, gaat het eigenlijk gewoon onbewust. Fietsen is natuurlijk hetzelfde. Of dat je weet dat het pijn doet als je je hand in het vuur steekt. Ook dat is iets wat in jouw onderbewuste vastgelegd is door patronen die je in het verleden hebt aangemaakt of aangeleerd. En alles wat je uiteindelijk tot een gewoonte gemaakt hebt, wordt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dus dan hoef je niet meer bewust na te denken over hoe je iets moet uitvoeren, omdat je het gewoon weet. Onderbewust, je doet het en het is klaar. Je denkt er verder niet meer over na. En naast de dagelijkse handelingen doen we nog veel meer dingen vanuit ons onbewuste brein. Wat ik net al aangaf, 95% van de dingen die we doen, daar denken we niet meer bij na, dat doen we gewoon. En dat is best wel veel. Maar dat is dus ook wel lastig als je bijvoorbeeld wil afvallen en jouw voedingspatroon wil aanpassen. Want jouw hersenen ze hebben al verbindingen gelegd tussen eten en wanneer de situatie, de emotie bijvoorbeeld, als je verdrietig voelt, pak je een bak ijs uit de vriezer. Of als je liefdesverdriet hebt, ga je chocola eten. Ik noem maar een paar stigmatische dingen. Maar zo werkt het natuurlijk wel. Ja, en dat ligt allemaal al vastgelegd in jouw hersenen, die verbindingen. Het is gezellig om een wijntje te drinken als er visite is. Het is gezellig om een biertje te nemen als er voetbal op televisie is. Zulke soort dingen gaan uit gewoonte. En je kunt dat veranderen, dat is het goede nieuws. Maar dat is soms wel lastig, want je moet er heel bewust mee omgaan. En je moet ook weer die nieuwe verbindingen in je hersenen leggen, waardoor je bijvoorbeeld denkt. God, er is voetbal op tv, laat ik een wortel eten. Dat zou natuurlijk nu niet het eerste zijn waar je aan denkt, maar je kunt die verbinding in je hersenen maken, zodat je voortaan niet meer naar een biertje grijpt, maar een wortel eet als er voetbal op televisie is. Ik weet niet of dat zo gezellig is, maar het zou kunnen. En ja, eens kijken, wat kan ik er nog meer over vertellen? Je emoties zijn niet, of sorry, de dingen die je doet zijn niet alleen vastgelegd. Door middel van de handelingen die je doet, maar ook door de ervaringen die je hebt opgedaan. Dus stel je bent een emotieeter, dan is dat niet van de een op de andere dag gebeurd. Er zijn triggers aan vooraf gegaan, die ervoor gezorgd hebben dat jij de voorraadkast met snacks plundert. En er zit vaak een beperkende overtuiging aan vast, waardoor je iets doet. En je hoeft je daar niet eens van bewust te zijn dat je die beperkende overtuiging hebt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je in jouw jeugd constant ruzie had met jouw broer en zus en daar verdrietig over was. En jouw ouders gaven je toen wat lekkers om je weer blij te maken. En ze hadden daarbij goede bedoelingen, want ze wilden je immers blij maken. Maar voor jou is wel die verbinding gelegd van, oh ja, als ik verdrietig ben, dan mag ik wat lekkers eten. En daardoor kan dus de beperkende overtuiging ontstaan van, joh, ik moet wat lekkers eten als ik me verdrietig voel. En natuurlijk is dat geen waarheid. Natuurlijk is dat niet wat verplicht moet als je verdrietig bent, dat je wat lekkers gaat eten. En je zou ook je verdriet of je woede kunnen wegdansen op muziek, dat je die verbinding aanlegt voor jezelf. Maar onze ouders hebben dat hoogstwaarschijnlijk niet geleerd. Dus die verbinding is er nog niet en die zou je dan moeten creëren. Je zou je oude gedrag en gewoonte moeten gaan vervangen door het nieuwe gedrag en gewoonte. Dus bijvoorbeeld het wegdansen van je verdriet of je woede. En alle dingen die wij leren als kind, dus tussen de 0 en de 7 jaar, dat zuigen we als een spons op. En daar maken we onze eigen waarheid van. We maken ons eigen referentiekader van. Dus bijvoorbeeld het eten als je verdrietig bent, hè, dat je een snack krijgt als troost. Dat wordt aangelegd in jouw hersenen en dat onthoud jij ook gewoon. En daar ga jij naar handelen.
En zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die uiteindelijk aangeleerd zijn en waar jij bewust of onbewust nu nog mee bezig bent. Je doet het eigenlijk op de automatische piloot. Ja, die patronen zijn zo ingesleten dat je er niet meer bij na hoeft te denken. Mijn vorm van coaching is opgericht om die patronen bij jou heel snel weg te kunnen halen. Dus bijvoorbeeld het emotie eten wat je hebt omdat je vroeger een snack kreeg omdat je ruzie had met je broer en je zus. Dat patroon kan ik heel makkelijk bij jou achterhalen zonder dat je daar zelf heel veel inspanning voor hoeft te leveren. En ik kan dat ook vervangen door een positievere waarheid, zo het zo maar noemen. Dus niet van, joh, ik moet verplicht gaan eten en drinken, maar de waarheid is misschien wel dat het niet aan jou ligt en dat je in gesprek kan gaan met die ander om er samen uit te komen. Zodat je jezelf eigenlijk gewoontes aanleert, waardoor je het oude achter je kunt laten en je meer kunt focussen op de toekomst. En vanuit daar ook gewoon je gedrag kunt aanpassen. En veelal met de mensen die ik gecoacht heb, hebben met problemen. Dat zijn dan natuurlijk grotere problemen. Het zijn grotere problemen dan die ik net schets. Bij me gekomen binnen 1 tot 3 sessies zijn ze gewoon compleet van hun probleem af. Maar hebben we ook gekeken naar de onderliggende problemen. Dus wat is er nog meer aan de hand? Wat beïnvloedt jou nog meer op dit vlak? Hoe kunnen we die dingen aanpakken? En op welke manieren kun je jezelf ook heel bewust mee bezig zijn om dat te veranderen? En vaak wanneer je dat in 3 sessies doet, of 2 sessies of 4 sessies, ga je samen kijken van oké, dit is het startpunt. Ik geef jou wat huiswerk mee, wat helemaal vast ligt op jouw situatie, hoe jij jouw situatie kunt verbeteren. En de volgende keer evalueren we dat, maar gaan we ook weer verder en dieper in op jouw uitdaging, waar je aan wil werken. En dat herhalen we totdat het helemaal opgelost is en helemaal weg is en je gewoon echt jouw droomleven kunt leven aan de hand van de dingen die jij graag wil. Mocht je meer info over willen hebben, kun je mij benaderen via mijn website lindabisschop.nl. Kun je via afspraak maken een afspraak maken. Waarbij we eigenlijk gratis en samen gaan kijken naar wat er bij jou speelt en hoe ik jou erbij kan helpen. En de eerste sessie krijg je van mij cadeau. Je kunt naar lindabisschop.nl kun je het gewoon inplannen.